Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer, op deze lectie divina van vrijdag van de tweede week van Advent. En vandaag artikel 388. De oproep tot medeleven met de armen. De liefde openbaart. Liefde onthult de ander. De missie begint met een blik. Het is Jezus medelijdende blik. In die blik van liefde is de missie al begonnen. Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat zij afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Deze blik van liefde brengt medelijden teweeg. De eerste prioriteit van de missionaris is een blik van liefde te hebben voor de mensheid, voor alle mensen die hij ontmoet, omdat hij niet kijkt volgens zijn eigen criteria, maar door dezelfde blik van Christus. Hij ziet de schoonheid verborgen in elk man en vrouw. Hij ziet zoals God ziet. Hij erkent hun ellende, hun nood. Voor ons missionarissen is een grote uitdaging niet door in onze menselijke ogen de armoede te zien, de anderen te zien, maar door de blik van Jezus. De blik van Jezus is dieper. Dieper die kan zien beter dan wij natuurlijk, maar die kan dieper zien. Die blijft en die stopt niet in de uiterlijk schijn van de persoon. In de kleren of in de kleur van de haar of van de ogen. Nee, de blik van de Heer kijkt naar het hart, naar de diepte van de persoon. De Heer wil dat wij ook zo de anderen kunnen zien. Niet om alles te weten van de anderen, maar om te helpen en om te luisteren, te begrijpen. Welk is de nood? Hoe kan ik hem of haar evangeliseren? Welk woord, welke houding, welke daad? En wat is haar armoede? Geestelijk, affectief, moreel? Welk is de armoede van die persoon die ik ontmoet tijdens een missie. Wij kunnen wel deze genade vragen om de blik van de Heer te hebben. En wij kunnen ons ook beoefenen in elke missie. Te zien, de anderen te zien zoals de Heer naar hen zien. Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heiliger. Ik ben de Heer, uw God, die u voor uw best wil leren en u voeren over de weg die hij moet gaan. Als hij acht gegeven had op mijn geboden, zou de voorspoed u reeds nu omspoed hebben en als bergstroom. En zou u welgevaart zo uitgestrekt geweest zijn, als de zee met zijn golven. Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels, uw nakomelingen als het stof. Hun naam zou bij mij nooit uitgewerkt zijn, nooit uitgewist. Woord van de Heer, wij danken God.
Psalm 1. Gelukkig de man die weet te doen wat de goddelozen hem aanraden, die niet de wegen der zondaars haat, niet zit te midden des spotters. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdoren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddeloze verhaalt het zo niet. De wind blaast hen weg als kalf. De Heer immers let op de weg der gerechten. De weg van de zondaars loopt dood. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de menigte: waarmee zou ik dit geslacht vergelijken? Het lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst geklopt. Immers, Johannes komt. Hij eet niet en drinkt niet. En zij zeggen: hij is van de duivel bezeten. De mensenzoon komt. Hij eet en drinkt wel. En zij zeggen: kijk, die hul zich acht. Een wijndrinker. Die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wint haar rechtvaardiging in haar werken. Woord van de Heer. Wij danken God. De Heer klaagt over de menigte van Israël. Die altijd klaagt. Die vraagt altijd profeten, maar die aanwaart de profeten niet. Johannes komt en heeft een ascetische leven. Hij eet niet, hij drinkt niet. Hij is heel arm, heel eenvoudig. En de mensen zeggen dat hij door een duivel is bezeten. En de Heer Jezus Christus komt, hij eet en drinkt. Hij lag aan de tafel met tollenaars en zondaars. Hij is heel dichtbij van de mensen. En de mensen zeggen dat hij een wijndrinker is. Dus, vrienden van tollenaars en zondaars. Maar de Heer is zeker dat de wijsheid die de Heer voor hem had zich uiten door hun werk. Door de werk van de wijsheid. De Heer heeft verschillende dingen gedaan. Genezingen, bevrijdingen, prediking. Maar de wijsheid van hem wint haar rechtvaardiging in haar werken. Dus maakt het niet uit als de mensen van Jeruzalem, van het volk van Israël, niet content, tevreden zijn. Want wat belangrijk is, is de werken die de Heer heeft verricht. En de werken van hem was werken van mededogen, van medelijden. Daarom was hij vriend van zondaars en tollenaars. Want die mensen waren gestoten aan de zijde van de maatschappij. Ze waren niet welkom in de tempel, in het huis van de vader, van God. De Heer heeft een ministerie in dienstwerk van mededogen, van medelijden. En dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Dichtbij te zijn van diegene die genezing nodig heeft, de zondaars en de tollenaars. Vragen wij ook aan de Heer dat wij ook deze hart,
dit hart mogen hebben. Van vol van mededogen, van medeleden, van barmhartigheid. Om niet de anderen te oordelen, maar bij hen te komen. En hen vergezelgen, hen helpen. En de blijde boodschap van de Heer voor hen openbaren. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.